Net al naar, maar er was een moment tijdens die uitreiking. Gouden kalf voor beste bijrol voor Jorik van Wageningen. Die was er niet. Die is niet eens met het beleid eigenlijk van de Academy. Nee, maar hij is op vakantie. Hij is op Thailand. Vakantie. Dit is geen statement. Shit. Hij is gewoon op vakantie. Oké, hij is op vakantie. Prettige vakantiegrens vanaf deze kant. Maar in ieder geval, hij wint gouden kalf beste bijrol. Hij speelde ook subliem. Maar toen werd dat gouden kalf in ontvangst genomen door Michael de Jong, de echte Michael de Jong. Dat was een moment, wij zaten met z'n tweeën te kijken. Ik had het kippenvel op mijn armen staan. Ja. Maar dat is het voor hem ook. En dat is echt het compliment aan deze mensen. Ik zit hier in een bijrol. En zij hebben die film gemaakt. En zij hebben voor elkaar gekregen wat ik met mijn verhalen en met mijn boek nooit voor elkaar zou kunnen krijgen. Zij hebben het vertaald naar een groot publiek. Zij hebben het kunnen laten zien. Als je naar die film gaat, word je boos. Ja. En schaam je je voordat je je ook hebt laten beduvelen. En dit moment was dat Jorik zijn leven symbolisch terugpakte. Ja. Fuck you. Ja, ik vond het echt een fantastisch moment. Laten we er naar gaan kijken. De echte Michael de Jong. Jorik van Wageningen. Jorik van Wageningen. Ik heb begrepen dat Jorik kan er helaas niet bij zijn. Maar de echte klusjesman is er wel. Jazeker. Goedenavond. Ik word de klusjesman genoemd. Ik heet Michael C. de Jong. Ik wou graag bedanken Joram, Bas, Jorik, Lies, het hele team, iedereen eigenlijk die hier aan gewerkt heeft. En door hun krijgen wij ons leven weer terug. Dankjewel. Ja, René, ik hoor jou. Tja, dat is ook wat wij hadden. Ja. Dit was zo'n ongelooflijk moment vanavond. Ja. Ik kan heel slecht tegen films waar je zeg maar 2 uur zit te kijken naar een verhaal. En aan het eind zie je de mensen waar het werkelijk over gaat. Dat komt dan nog 3 keer zo hard aan. Nou, dat vond ik in dit geval bij deze film ook. En om dat vanavond hier ook mee te moeten maken, dat vond ik echt heel erg ingewikkeld, moet ik eerlijk zeggen. Ja? Nou, dat merkte ik bij ons in de rij allemaal. We zaten allemaal te snotteren eigenlijk. Ja. Ik denk ook dat dat de kracht is van de film. Ja. Ik denk ook dat heel veel mensen daarvoor gegaan zijn. In de zin van, het is kritiek op Nederland, hoe we daarmee omgegaan zijn. Het is kritiek op de media, op zoals wij hier zitten aan deze tafel. Tegelijkertijd maak ik wel even de opmerking dat voor mij een gouden kalf gaat over de best geproduceerde film van het jaar. Ja, maar toch. Je gaat me onderbreken. Ja, ja. Want ik ging net een heel belangrijk statement maken waar wij daarna gaan vechten. Oké, let's go. Laat me uitpraten. Nee, maar kijk, ik maak het kort. Maar kijk, ik vind een film die het gouden kalf wint voor de beste film moet de best geproduceerde film van het jaar zijn. En ik vond alles van emotie en acteren bij jullie film het mooiste. Maar alleen je kan niet ontkennen dat we als Nederland ook trots moeten zijn op een film als Slag om de Schelde, die zo ongelooflijk knap geproduceerd is. En dat was voor mij wel even shocking dat die dus zeg maar niet won. Maar joh, we gaan lekker feesten. Hè? Ja. Dat is,